Hallo. De Franse literatuurwetenschapper Roland Barthes verzamelde liefdesfragmenten en bracht die uit als Fragment du discours amoureux. Stukjes taal uit de literatuur gerangschikt onder verschillende kopjes. En die verzameling toont de diversiteit die taal biedt om de liefde die we voelen te beschrijven. Brechtje Hofstede gebruikt een citaat van Roland Barthes als motto in haar boek Drift, om aan te geven dat ze zich realiseert dat het schrijven aan een geliefde, in een tekst die anderen ook zullen lezen, een soort wreedheid bevat. Als je namelijk iemand een vorm van liefde verklaart in een boek, ook al is die liefde voorbij, dan is het wellicht geschreven vanuit een liefdevol hart. Maar omdat je als schrijver de baas bent over de taal, ben je ook de baas over die geliefde. Er zijn niet veel manieren om te zeggen dat het voorbij is. Bijna als tegenovergestelde van Barthes, die de taal van de liefde probeert te vangen in citaten, probeert Hofstede in Drift het verhaal van een stuk gelopen relatie te vangen in het beschrijven van momenten. Ook in dit verhaal is er een geheim wat niet gedeeld mag worden. Ze speelt erbij een gelaagd literair spel à la Connie Palmer. Ze voert zichzelf als hoofdpersoon op. Ze is de ik-verteller die de 10-jarige relatie beschrijft die ze had met haar oude jeugdliefde en man Luc. En de hoofdstukken worden daarbij afgewisseld met fictie, geschreven door dezelfde hoofdpersoon met duidelijke biografische elementen. En daarnaast lees je fragmenten uit dagboeken die de hoofdpersoon aan het doorspit is. En zo'n dagboek gaf uiteindelijk de doorslag tot de breuk in de relatie. Maar ben je wel dezelfde persoon als degene die je in taal in je dagboek hebt vormgegeven? Woorden die ik nooit hardop gebruikte en die een grote angst bevestigden. Mijn dagboek vertelde een ander verhaal dan ik normaal gesproken deed. De relatie die ze beschrijft was misschien niet ideaal, maar was wel met haar ene grote liefde. En dus zit deze verteller-schrijver met enkele vraagtekens die ze zelfs letterlijk in de wc ziet liggen. Hoe kon deze relatie stuk gaan? Waar zaten de scheurtjes? En wat heeft ze zelf fout gedaan? Het terugkijken wordt symbolisch beschreven via een bezoek aan de vergane stad Pompeji. Het blootleggen van die oude stad liet vooral alledaagse dingen zien. En zo is de beschreven liefde in Drift geen grootse liefde zoals je die wel eens in de literatuur vindt, maar eentje die haar gewoonweg is overkomen en die ook gewoon uit onbenulligheden en nutteloze ruzies bestaat. Maar dat alledaagse is dan wel geschreven in zinnen die zo in de verzameling van Roland Barthes hadden gekund. Door mijn hele lichaam heb ik hetzelfde gevoel als na het missen van een trede. Ik ben bang dat je me lager aanslaat zodra je ziet dat ik de ideale vrouw speel en haar niet ben. Getroffen door menselijke driften als jaloezie, woede, agressie en lust, er komen enkele opwindende scènes langs, beschrijft Hofstede een relatie van wellicht twee naïeve geliefden die te lang hebben vastgehouden aan hun eigen versie van het verhaal. De talige paradox is uiteindelijk dat dit liefdesverhaal, deze ontstaansmythe, deze boeiende speurtocht, een eenzijdig beeld is waarin de ander, de jij, Luc, niet meer is dan een personage dat door een schrijver wordt beschreven. Maar de conclusie van de breuk is dat diezelfde Luc dat wellicht al een tijdje langer was. Wanneer de school uitgaat, begint het heerlijke onbezorgde uurtje dat ook door de ijverigste leerling met vreugde wordt begroet. Ziezo! Ik ben mijn klas kwijt. Eerlijk gezegd, het is toch wel een beetje een opluchting. Want zoals het de laatste dagen waren, werden ze lastig. Schrijver en onderwijzer Theo Thijs is voornamelijk bekend als auteur van het geniale boek Kees de Jonge. En hij is naamgever van de bekende Theo Thijsenschool in de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast schreef hij ook twee fictieve dagboeken over basisschooldocent Staal. In 1925 verscheen Schoolland en een jaar later werd dat opgevolgd door De Gelukkige Klas. En anders dan zijn naam doet vermoeden, is deze Staal best een beetje buigzaam. In Schoolland begint hij het jaar als onderwijzer van de derde klas met leerlingen die hij nog niet kent. En via het dagboek merk je dat de docent en de leerlingen gedurende het jaar naar elkaar toe groeien. En ik vergeleek de drie jongens die nu dat uurtje me geholpen hadden met de kleine onbeholpen stakkers die me een jaar geleden zoet hadden zitten aanstaren. Wat waren ze gegroeid in dat ene jaar? Wat waren ze al meer zelfstandig geworden in hun hele doen, zoals ze daar nu met hun luide bedrijvigheid om me heen waren? Doordat het in een dagboekvorm geschreven is, heeft Schoolland een wat opsommend karakter, met uitweidingen over de alledaagse beslommeringen van een onderwijzer. Daarmee is het natuurlijk niet echt een heel spannend verhaal met een enorme climax. Nee, het gaat gewoon over lesgeven. Niet lachen, jongens. Nee, niet zo kinderachtig. Staal werkt op een volksschool waar de gezinnen van de kinderen het niet al te breed hebben. Hij zelf trouwens ook niet. Als een soort volksverheffer probeert hij de leerlingen wel hogerop te brengen. En dus gaat het in het dagboek over het lees- en schrijfonderwijs, over huiswerk en over leerlingen die moeten nablijven. En dan merk je ook goed de verschillen met het heden. Staal heeft een klas van maar liefst 42 leerlingen. Hij geeft af en toe nog billenkoek. Hij steekt zijn sigaar aan in de klas. De school is op zaterdag open. En enkele jongens uit de klas die hem op het terras tegenkomen, nemen heel braaf
hun petvorm af. Maar aan de andere kant zijn er ook gewoon schoolclichés die je nog steeds hoort. Kinderen die in de decembermaand niet meer te houden zijn, bemoeiende ouders en meisjes die het op school beter doen als jongens. Dan jongens. Door het jaar heen leer je met staal de leerlingen kennen. En enkele leerlingen krijgen wat extra aandacht in het verhaal. Een zieke leerling die bijna dood was gegaan. Ruziënde meisjes en jongens die sinaasappels hebben gestolen. Als de jongens hun misdaad hebben opgebiecht, probeert staal ze aan het huilen te krijgen. Een ogenblik kreeg ik lust op ze af te vliegen en erop te slaan. Om ze tenminste op die manier tot huilen te krijgen. Toen viel het me ineens op hoe klein en onnozel die kereltjes toch waren. Hoogstens 1 jaar of 10 waren ze. Hoe kon het toch bestaan dat zulke kleuters er al een soort dubbelleven op nahielden? Bij mij op school te reageren met een lelijk gezicht, met een standje, met een half uurtje strafwerk. Buiten de school een soort boefjes bestaan, met een kalm accepteren van de risico van politie. Schoolland is dus geen enerverend verhaal van een docent die een succesnummer wordt in de klas. Maar een fragmentarisch dagboek van een bevlogen onderwijzer die kritisch kijkt naar het schoolsysteem. Die zich af en toe ergert aan zijn leerlingen, die twijfelt aan zijn eigen beslissingen en die, denk ik, zoals een te goede docent betaamt, soms gewoon een beetje trots is op zijn eigen leerlingen en die de wereld een klein stukje beter probeert te maken. Gedurende het hele verhaal in de roman Ra van Alice Schreuder is er een komeet die de aarde nadert. Tegelijkertijd is er sprake van een hittegolf. Je zou haast een apocalyps verwachten, maar hoofdpersoon Abo Raaf lijkt weinig onder invloed hiervan te zijn. Althans in zijn doelen en zijn plannen. Maar misschien heeft die komeet meer invloed op hem dan hij denkt. Er was iets wat Raaf woedend maakte. Dat alles wat je zag werd gestuurd door een geheimzinnige kracht die je niet kende en die zich ook niet kennen liet. Behalve dan door middel van de kaarten die zich op onverwachte plaatsen in de wereld openbaarden en voor ingewijden, niet voor hem, een begrijpelijke boodschap bevatten. Want in het hele boek hangt een mystieke lading en dat begint al bij de eerste zin van het boek waarin wordt gerept van een incubus, een demon, die als schaduwkind verschijnt aan de moeder van Abel bij zijn geboorte. Abel is deel van een tweeling, maar zijn tweelingbroer overleefde de geboorte niet. Het is haast een omkering van het Bijbelse verhaal over Kain en Abel, waarbij Kain zijn broer vermoordt. De mystiek vind je ook in de spiegels en de spiegelende wateroppervlaktes die in het boek te vinden zijn. Symbolisch is ook de hoeveelheid tweelingen, dubbelgangers of in ieder geval tweetallen. Van 2 moordenaars naar 2 politieagenten en een oom met 2 persoonlijkheden. De opvallendste dubbelganger is Veit Moordek, een mysterieuze jeugdvriend van Abel, die vaak uit het niets opduikt en veel besluitvaardiger is dan Abel. Als Veit zelfs de naam van Abel besluit over te nemen, ben je als lezer weer heel erg op je hoede. Hebben we hier niet gewoon te maken met een denkbeeldige dubbelganger? Zit Veit niet gewoon in het hoofd van Abel? Why do people think that I'm you? I think you know. No, I don't. Yes, you do. Why would anyone possibly confuse you with me? De achternaam Moordek lijkt dan ook een verwijzing te zijn naar Doorwerk uit de Donkere Kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans. Maar Veit blijkt ook te bestaan voor de andere personages, dus zo denkbeeldig is hij niet. Het is uiteindelijk een vraag waar je geen antwoord op krijgt, maar die wel de wijze bepaalt hoe je naar Abel kijkt. De hoofdpersoon is het toonbeeld van doelloosheid en misluktheid en hij doet eigenlijk niet zo heel veel. Toch zijn er wel wat heftige gebeurtenissen in deze roman van 400 pagina's. Een aanslag op Abels vader die hij liever zelf zou vermoorden, een vermissing, slechte seks en een roemloze zelfmoord. Bij de Donkere Kamer van Damocles is het Doorwerk die indirect voor het noodlottig einde van Ozewoud zorgt. Bij von Trier speelt Melancholia, zorgt de naderende komeet voor de verlossing van de depressiviteit. Bij Schreuder heeft een geheimzinnige kracht of demon invloed op het leven van Abel Raaf, die zich al masturberend en bierdrinkend voortbeweegt. Maar hij is niet in staat om de tekens te herkennen, laat staan echt tot actie over te gaan. Maar wellicht brengt de komeet of zijn dubbelganger Veit hem de verlossing.